Bij kiks ga je eigenlijk in de huid van een onderzoeker kruipen. En in dit geval, bij kiks, gaat het over planten, huidmondjes, fotosynthese, klimaatverandering en ook toepassing van artificiële intelligentie om het werk van de onderzoeker gemakkelijker te maken eigenlijk. Heel het proces begint bij het nemen van een blad. En de huidmondjes bevinden zich vooral onderaan het blad. Dus wat we eigenlijk doen is een beetje nagellak, doorzichtige nagellak aanbrengen op bladoppervlak, laten drogen en dan met een stukje tape erop plakken en dat velletje nagellak er eigenlijk aftrekken. Dat plakken we op een microscoopglaasje en dat kunnen we bekijken onder de microscoop en dan hebben we eigenlijk een negatieve afdruk van het bladoppervlak. Wat we dan doen is een foto trekken en die foto gebruiken we dan om het model dat uiteindelijk de huidmondjes automatisch gaat detecteren te trainen. Met kiks leren we meer over klimaatverandering, over planten, over fotosynthese. Maar het leuke aan kiks is dat we er ook die informatica bij halen. En eigenlijk zijn die twee zaken zo essentieel in onderzoek, in multidisciplinair onderzoek, dat het belangrijk is dat dat in de klas al eens gedaan wordt. Dat je echt in de huid van de onderzoeker kruipt en van het plukken van het blad tot eigenlijk de automatische telling op de computer.